zoals jullie vast wel hebben meegekregen, was ik de afgelopen 2 weken op vakantie. Ik ben naar Jakarta en op Bali geweest. En ik ben inmiddels weer terug. Ik ben gewoon in mijn eigen slaapkamer. En zoals je kan horen ben ik echt ook meteen verkouden geworden. En mijn hoofd zit een beetje dicht. Vandaar dat mijn stem een klein beetje anders klinkt. Maar verder ben ik weer helemaal terug gewoon. En zoals je vast wel aan de titel hebt kunnen zien, heb ik leuke dingetjes gekocht. Nou, het is een beetje een verzameling van alles en nog wat. Niet op volgorde van waar ik wat heb gekocht. Oh ja, trouwens, ik heb ook geen prijzen voor jullie deze keer in deze shopvlog. Normaal vertellen we wel altijd hoeveel iets heeft gekost. Maar omdat je hier best wel een beetje een deal probeert te sluiten en ik gewoon totaal niet meer weet wat ik voor alles heb betaald, ga ik deze keer gewoon geen prijzen noemen, dus dan weet je dat alvast. Nou, ik begin met deze super leuke portemonneetjes in natuurlijk een prachtige batik stof. En ik heb er 4 gekocht, eentje voor mezelf, eentje voor Tara en eentje voor mijn moeder. Dus dit is de eerste. Deze is wel echt heel erg mooi. Dus aan deze kant en aan deze kant nog met een mooie bloem. Heb ik ook deze paarse variant met groen. De volgende is deze met wat bordeaux. En dit is ook echt een klassieke batik print, vind ik. En kleur bruin met wit en zwart. Op de bovenkant heb je hier gewoon een ritsje. En dan maak ik hem gewoon heel, heel simpel open. Mijn haar zit trouwens niet echt geweldig vandaag. Dus sorry als ik er te veel in deze video aan zit. Of dat in één keer heel crazy zit. Dit heb ik voor Serena gekocht. Het is een scrunchie. Als je haar al een tijdje volgt, dan weet je misschien nog wel. Volgens mij was het van vorig jaar of 2 jaar geleden. Was ze helemaal into scrunchies. Het zijn van die dingen die je in je haar draagt. En het is super oldschool. En Tara en ik pesten haar er eigenlijk altijd wel een beetje mee. Omdat het echt best wel kinderlijk is, vonden wij. Maar toen kwam ik deze scrunchie tegen met batik print. En toen had ik iets van, oh my god, dit moet ik gewoon voor Serena kopen. Want het leek me gewoon heel erg geinig om dat weer even terug te laten brengen. En omdat het een batik print is, vond ik het wel echt heel erg leuk. Dus ik heb deze gekozen met mooie bruine en zwarte kleurtjes. En ik hoop dat deze stressie genoeg is voor haar haar. Want ze heeft best wel wat haar, maar ik denk dat het wel moet lukken. Nog meer batik print heb ik in deze haarbanden. Die hebben een elastiekje aan de achterkant. En aan de voorkant zie je dan echt de batik print. Ik heb ook weer voor deze de klassieke batik print en kleur gekozen. Dan heb ik hier nog eentje in het grijs met zwart. En heb ik er nog eentje in bruin met rood en zwart. Heb ik ook nog deze te gekke klutjes gevonden. Ik heb er 2 namelijk. 1, 2. En deze zijn handgemaakt met van dat riet. Dus het ruikt ook echt best wel lekker. En er zit dus zo'n leuk pompommetje aan de bovenkant. Maar ik vond dit echt serieus zo leuk en mooi en tropisch eruit zien. Dat ik dacht van nou, deze vind ik wel echt heel erg leuk. Ik heb ook nog een I Love Bali sticker gekocht. Want het leek me gewoon heel erg leuk om zo'n sticker te hebben. Die kan ik dan bijvoorbeeld op mijn koffer plakken. Ik heb een koffer waar ik allemaal stickertjes op heb namelijk. En ik dacht, nou ja, dan moet ik wel een I Love Bali sticker hebben. Ook heb ik ook nog een superleuk cadeautje voor Serena gevonden. En dat is een flesopener. Als je deze ziet, zou je misschien in eerste instantie denken dat het een flesopener is. En dat is ook de reden waarom ik hem moest hebben. Want hij is heel erg tof en geometrisch, vind ik. En hij is goud, want dat vindt ze meestal heel erg mooi in sieraden. Dus ik dacht, nou ja, vindt ze een gouden flesopener vast ook heel erg mooi. En hier ben ik echt super blij mee dat ik deze heb gevonden. Want dit vind ik echt zo'n one of a kind piece. Dat ik het waarschijnlijk niet zomaar hier ergens anders in Nederland ga vinden. Dus ik hoop dat ze hier heel erg blij mee is. Maar ik denk dat dit wel echt helemaal haar stijl is. Met de volgende aankoop ben ik ook echt super blij. En ik ben heel erg benieuwd wat Tara ervan vindt als ze hem straks ziet. Ik heb namelijk 2 gekocht. Eentje voor mezelf, eentje voor haar. En het is een batik fanny pack of heuptasje, hoe je het ook wilt noemen. Dat is deze en ik heb ook nog deze. Het zijn dus net ietsje anders, omdat de printjes net iets anders verdeeld zijn. Dus je krijgt daardoor een andere kleur. En zo'n basic fanny pack was trouwens echt heel erg lastig om te vinden. Er is uiteindelijk maar 1 winkel geweest waar ik hem heb gevonden. En ik wilde eigenlijk op het laatst nog eentje kopen, maar toen kon ik de winkel niet meer vinden. Dus ik ben blij dat ik er in ieder geval wel 2 heb. En ik ben echt super blij met deze. Het ziet er echt zo tof uit. En Tara heeft afgelopen zomer ook gewoon haar fanny pack op een festival gedragen. Je kan hem gewoon bij je heup dragen, maar je kan hem ook zeg maar zo schuin dragen. Of op je rug, zeg maar, van die super handige tasjes. En dat het een mooie batik print heeft, is gewoon echt mega vet. Oké, de volgende aankopen zijn allemaal rondom eten. Ik ben namelijk ook nog naar wat supermarkten gegaan. En ik heb daar heel veel dingen geshopt. Mijn vriend heeft zelf ook wel wat dingen meegenomen. En dat is ook wat ik hier op mijn schoot heb liggen. Dus een paar dingetjes zijn van hem. Maar een paar dingen zijn ook gewoon voor mij die ik mee heb genomen voor mijn familie thuis. Zoals bijvoorbeeld een pakje voor rendang. Dit is een nasi hainan. Ik weet niet zo goed wat dit is. Ik heb deze niet uitgekozen trouwens. Dus ik denk dat
Mijn vriend deze heeft meegenomen. Oh ja, dit is echt heel erg leuk, denk ik. Deze heb ik gekozen. De seasoning voor French fries, cheese flavor. Nou, dit is dus helemaal niet Indonesisch. Al staat er wel Indo food op de bovenkant trouwens. Maar ik dacht, dit is wel heel erg leuk om te proberen, dacht ik. Dus ik wilde denk ik deze met cheese smaak aan Tara geven. En ik heb er ook nog eentje met een barbecue flavor. Ik heb hier ook, mix voor pisang goreng. Dus dat zijn zeg maar van die gefrituurde bananen. Ik heb hier ook nog wat bumbus voor soto betabi. Nog eentje en nog eentje. Voor Serena en Tara heb ik ook nog ieder een Big Roll Grilled Seaweed rol gekocht. Is ook weer niet per se Indonesisch, maar ik zag het liggen en ik dacht, nou ja, vind ik het leuk om te geven. Dus ik heb al allemaal kleine dingetjes bij elkaar gekocht voor hun verjaardagen. Dit is vanilla smaak, dus ik denk dat ze hier een beetje een soort van smaakje aan hebben gegeven. Ik dacht, nou ja, dat vind ik misschien ook wel lekker en leuk om uit te proberen. Dan hebben ze in Azië of Indonesië, of misschien eigenlijk overal in de wereld, maar niet per se in Nederland, watjes in de vorm van vierkantjes. Vond ik gewoon heel erg leuk. Dit zijn zeg maar van die random dingen die ik dan tegenkom. En ik weet dat Serena en Tara dat dan ook wel grappig en bijzonder vinden om te proberen. Dus ik heb gewoon van zulke watjes meegenomen. Omdat ze vierkant zijn. Dus daar heb ik ieder twee pakken van. Ook voor Serena en Tara heb ik dit gevonden. Dit is een multi-action winding peel-off mask van Garnier. En het is zo'n peel-off masker. Dus die breng je aan en daarna droogt het denk ik op. En dan kan je hem zo eraf trekken. En volgens mij vinden ze dat altijd wel heel erg leuk en satisfying. En ik heb hier nog wat boemboes. Dit is er weer eentje voor rendang. Deze ook. Oh, en deze ook. Het, ja. We houden van rendang hier thuis, dus vandaar. En als laatste item heb ik dit meegenomen. Als je mij een beetje kent, dan weet je misschien wel dat ik van Red Bull hou. En dit is de Red Bull hoe ze meestal wel in Azië in de winkels hebben liggen. Dus eigenlijk een soort van Red Bull wat meer geconcentreerd is. Als je hier bijvoorbeeld Spa Rood aan toevoegt, dan krijg je een beetje de Red Bull zoals in de blikjes. Red Bull verkoopt ze trouwens ook gewoon in de blikjes zoals wij hem kennen. Maar ook verkopen ze hem dus in deze variant. En lijkt me wel heel erg leuk om eventjes uit te proberen hoe dat nou echt is om zeg maar wat Spa Rood erbij te doen. En dan om te kijken of het echt smaakt zoals de Red Bull die je kent, zoals het blikje. Ga ik verder naar non-food. En ik heb een aantal van deze crèmes gekocht. Dit is de Outen Soft Scented Crème. Dit is echt geweldig spul tegen muggenbulden, muggen. Geprikt worden door andere beesten. Ik heb deze de hele zomer gebruikt. Of de hele vakantie gebruikt. En het werkt echt super goed. Ik heb de afgelopen 2 dagen heb ik het niet gebruikt. Omdat ik zeg maar iets had van nou, ik ga toch bijna naar huis. Het komt vast wel helemaal goed. En ik heb serieus gewoon 15 muggenbulden per been. Het is echt vreselijk hoe erg het op het moment jeukt. En deze is gewoon heel erg fijn omdat hij vet goed uitsmeert. Hij plakt niet en ruikt heel erg lekker. En ja. Hij werkt gewoon echt super goed. Serena en mijn vader gaan halverwege oktober gaan ze zelf ook samen naar Bali. Dus ik dacht dan ga ik sowieso hun ieder een crème geven. Zodat ze in ieder geval alvast voorbereid zijn op de eerste dag dat ze er zijn. En zich kunnen insmeren hiermee. En ik heb nog wat extra gekocht omdat ik die misschien ga weggeven op onze reisblog Travelab. Want daar ga ik een artikel schrijven over deze crèmes. Dus ben je benieuwd hiernaar? Check zeker eventjes Travelab. Ik weet niet zeker of tegen de tijd dat deze video online staat ook dat artikel online staat. Maar anders zou ik even een direct linkje in de bio zetten naar dat artikel. Want als je dus ook op vakantie gaat naar een plek waar ze muggen hebben. Of heb je sowieso last van muggen. Dan is dit echt heel erg leuk en chill. En misschien vind je het wel leuk om zo'n crème voor jezelf te winnen. Wat ik ook in een drogisterij tegenkwam is echt super leuk. Ik slaakte echt half een gilletje toen ik het zag naar mijn vriend. En zei oh my god, dit moet ik gewoon sowieso kopen. En dat is dit. Het zijn van die neusstrips van Biore. Dat is een merk dat we al vaker hebben genoemd op ons YouTube kanaal. We hebben laatst een hele video over geschreven. Overgemaakt. En het zijn van die neusstrips. Maar het leuke aan deze is dat ze een batik print hebben. Voor als je het misschien nog niet doorhad. Een batik print is gewoon echt een Indonesische print. Dus ik dacht, dit is gewoon super leuk om te hebben. Ik bedoel, ik wist helemaal niet dat je zeg maar neusstrips in een printje kon hebben. En als het een batik printje is, dan is het gewoon de perfecte souvenir om mee naar huis te nemen. Dus ik heb er eentje voor mezelf. En ik heb er ook nog 2 voor Tara en Serena meegenomen. Want ik dacht dat ze dit ook wel echt heel erg tof en cool zouden vinden. Heb ik ook nog 2 kleding items. En ik zal eerst even beginnen met dit shirt. Het is een gestreept shirt. Een beetje oversized, want ik heb een maat volgens mij XL genomen. Ja, XL. En er zit een heel leuk roze
applicatietje op hier op de borst. Vond ik wel echt heel erg leuk. En de stof is echt heerlijk, lekker zacht en dun. Super flowy dus. Ik heb hem ook al een keer gedragen als t-shirt, dress. Ik ga een foto eventjes in beeld zetten. Dan weet je een beetje hoe deze aanstaat. En het is een merk dat lokaal is uit Bali. Het merk is Huk namelijk. Ik ken het verder niet. Maar dat leek me heel erg leuk om dan te hebben. En het volgende shirt is echt super toeristisch. Echt het perfecte souvenir waar waarschijnlijk half Nederland mee loopt als ze bijvoorbeeld op Bali zijn geweest. En dat is namelijk het Bintang shirt. Ik heb gekozen voor de zwarte variant. Die heeft dus hier op de borst het merk van Bintang staan. Op de mouwen ook. En op de achterkant staat het ook heel groot. Mocht je niet weten wat Bintang is, het is zeg maar eigenlijk de Heineken van Indonesië. Het schijnt ook een beetje hetzelfde soort te smaken. Het is gewoon voor mij het ultieme Bali-Indonesië gevoel. Als ik zeg maar Bintang zie staan. Dus ik dacht, dat vind ik wel echt heel erg leuk om te hebben. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en wat ik zo heb geshopt. En misschien geeft het wat inspiratie voor als jij weer een keer op vakantie gaat. En souveniertjes wil gaan kopen. Geef deze video vooral een duim omhoog als je hem leuk vond. En laat me eventjes in de comments weten waar jij deze zomer naar op vakantie bent geweest. Ben je misschien in Nederland gebleven? Ben je in Europa gebleven? Ben je buiten Europa geweest? Laat eventjes weten in de comments. Lijkt me heel erg leuk. Ja, als je benieuwd bent naar Bali hotspots, dan ga ik die ook zeker nog delen op onze reisblog Travel Lab. En check ook eventjes het bijbehorende Instagram account. Dat is @travellab.nl. Daar heb ik ook nog wat leuke foto's geplaatst. Waar ik leuke hotspots heb getagd. Dus mocht je daar nog tips voor willen hebben, check ook zeker dat account. En op onze blog zullen dus ook nog allemaal leuke Indonesië artikelen volgen. Dus wacht daar ook zeker op. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je heel snel weer in de volgende. Doei!